Opdracht 5. Opdracht 5 is Tropical Garden. Tropical Garden hebben we van de knipmode dit formuliertje gekregen. En dat is de opdracht die wij moeten gaan voldoen. Het is heel duidelijk te zien aan deze foto's en de tekst die erbij staat dat het echt om een tropisch eiland gaat. Een heel ander klimaat dan waar we hier in Nederland zitten. Mooie felle kleuren, bijzondere combinaties en ze geven ook aan de Bora Bora eilanden. De Bora Bora eilanden liggen tussen Indonesië en Australië in. Dat zijn nog eilanden als je gaat kijken waar ze nog in rietenrokjes en kokosnoten lopen. Dus totale andere mode dan dat we in Nederland gewend zijn in ons klimaat. Ik heb daar voor mezelf een leuk ontwerp voor gemaakt. Ontwerp waar ook heel veel creativiteit wederom in zit. En ik ontzettend leuk vind om deze ook te maken. Dit is mijn collage. En je ziet ook dat ik veel felle kleuren ga gebruiken. Ik ga een t-shirt jurk maken. Daar overheen een sjerp. En de sjerp is bedoeld dat je eigenlijk ook een beetje zo'n strakke t-shirt jurk kunt camoufleren. Je delen wat je nooit zo prettig vindt, wat door een dunne stof een beetje heen komt te zitten. Daardoor kun je dit jurkje ook heel mooi en elegant mee uit eten gaan. Maar ook zwierig langs het strand lopen. En het is absoluut niet te warm, maar wel heel draaglijk, comfortabel en prettig voor diverse figuren. En het jurkje zou je ook desnoods zonder die sjerp kunnen dragen. Maar je zou de sjerp ook kunnen dragen alleen over badkleding heen. Zodat je als je dit meeneemt op reis, multi kunt combineren. En dat je niet zoveel mee in je koffer hoeft te nemen. De stoffen die ik ga gebruiken voor de t-shirt jurk is een viscose tricot in mooi geel. Het is een vrij dunne stof, wel erg elastisch. En viscose is natuurlijk een natuurproduct wat erg prettig draagt. De sjerp wordt gemaakt van deze vrolijke stof. Er zitten papegaaiachtige planten in, vlinders, mooie kleuren van roze, rood, groen en geel. Aan de zijkant van de sjerp wil ik gaan versieren met gehaakte kraaltjes. Haken is een thema wat nu ontzettend veel speelt. Heel veel mensen haken op het moment. Ik wil dat graag in mijn kleding terug laten komen door zelf een mooi bandje te haken van kraaltjes. En waardoor de stof een glimmertje krijgt en je hiermee ook een feestelijker geheel mee kunt creëren. Zo, ik heb een klein haaknaaldje. Ik pak even wat kraaltjes. Ik maak er een trosje van. En ja, eigenlijk heel eenvoudig haal je het lusje door het ene lusje heen. Dan pak je nog een paar kraaltjes. En dat hou je hier ook vast. En zo haak je dus je eigen leuke verzinselbandje. Het leuke hiervan is dat je dus een onregelmatig randje krijgt. En door de glimmertjes van de kralen geeft dit natuurlijk een heel feestelijk geheel. En de kleurtjes die zijn in combinatie van de stof goed op zijn plaats. Soms doe ik er 1, soms doe ik er 3, soms doe ik er 4. En dat het echt onregelmatig is, dat is de bedoeling. Nou, volgens mij schiet het al aardig op, dat laatste stukje.
of ik genoeg heb. Ja, volgens mij heb ik genoeg. Dan hecht ik hem eventjes af door het lusje. Want als je die loslaat, dan ben je alles kwijt. Zo. En dan heb ik hier nog mijn naaldje zitten. En dan naai ik het zeg maar zo eraan vast. Ik duw het draadje tussen de kraaltjes en zet het vast op het randje. Duw het draadje tussen de kraaltjes. Zie je, anders blijft elke keer je draadje ergens achter steken. Maar als je het zo doet, kun je vrij snel, zeg maar heel stevig, je kraaltjes aan je randje vastzetten. Als je de binnenkant gaat bekijken, dan zit er nog een klein randje stof extra aan. Maar dat is niet zo mooi. Dus dan heb ik een appliqueerschaar. Dat is deze schaar. En met die appliqueerschaar knip je dus dat overtollige randje weg. En door dat plateautje wat hier zit, kun je niet in je onderstof knippen. Extra opdracht die ik erbij ga doen is een badpak. Ik wil graag een badpak voor mezelf maken. Zodat je toch een soort bikini aan hebt. Maar wel, het is en blijft een badpak. En waardoor je buik een beetje weggecamoufleerd wordt. Maar wel dat de punten wat je graag bruin wilt hebben. Toch veel grote stukken van je lichaam lekker kunnen. Waarmee je kunt zonnen. En ik heb daar eerst van restjesstof een proefmodel gemaakt. Ik heb patroon ook wederom, net zoals de andere kledingstukken, allemaal zelf getekend. En dit is een eigen ontwerp die nog in een beginfase zit en die ik verder uit moet werken. Ik heb hem nu aangepast en afgespeld, zodat hij echt mooi om mijn lichaam heen zit. En dat ik er zeker in kan zwemmen en tevreden mee kunt zijn. Het ontwerp heeft hier een bandje. En hier ga ik ook nog het een en ander aan aanpassen. Ik heb de overtollige stof heb ik afgespeld. Hier ook. En ja, op zo'n pop zit het natuurlijk niet helemaal perfect. Maar je kunt dit dus naar elkaar toeschuiven. Waardoor je meer lichaam kunt laten zien en kunt bruinen. En dat is bij deze ook. En op de achterkant heb je vrijwel een blote rug met een asymmetrische ja, broeklijn erin. En ja, ik vond dit een heel leuk speels badpakje. En ik wil er ook voorgevormde cups weer in doen.